Hallo, welkom bij Vlogboek. In deze video drie boeken met jonge jongens als hoofdpersonage. Met de tragische overeenkomst dat ze alle drie hun vader verliezen. Auke Hulst, Kinderen van het Ruige Land. Stefan Hertmans, Oorlog en Terpentijn. Theo Thijssen met Kees de Jonge. Zijn derde boek, Kinderen van het Ruige Land, was de doorbraak voor schrijver Auke Hulst. Een deel van dat succes heeft hij te danken aan een positieve bespreking bij De Wereld Draait Door. Wij zijn allemaal weg van het boek Kinderen van het Ruige Land van Auke Hulst. Waarom? Het boek is sterk autobiografisch en je vraagt je als lezer af wat er nu wel en niet echt gebeurd is. Want er gebeuren nogal opvallende dingen. Het draait om vier kinderen die opgroeien op het platteland. En het gebied waar ze wonen noemen ze het Ruige Land. Dat als het ware hun eigen kleine koninkrijk is. Het land. Hun vader komt te overlijden en hun moeder blijkt dan het grootste kind van allen te zijn. Ze kan niet met geld omgaan, papt aan met verschillende mannen en verwaarloost de kinderen. En het ergste moet dan nog komen, want ze heeft zichzelf zoek gemaakt. De hoofdpersoon uit het boek is Kai en hij is de tweede uit het gezin. Hij wil graag schrijver worden en hij vertelt over de avonturen met zijn oudere broer Kurt en zijn zusjes Shirley Jane en Didi. De vrijheid die de kinderen ervaren voelt romantisch, maar heeft een tragische rand, omdat die moeder er zo'n potje van maakt. Omdat het nergens heel overdreven wordt, blijft de geloofwaardigheid intact en ga je de situatie van de kinderen als heel gewoon ervaren. De lotgevallen van de broertjes Kai en Kurt, die elkaar met volle kracht zowel kwellen als vernederen en ook nog verraden als het ze uitkomt, blijven op het netvlies hangen. Doordat het hele boek bestaat uit een aaneenschakeling van herinneringen, filosofische overwegingen en dromen, is het geheel wel erg fragmentarisch geworden. Het is een makkelijk boek om te lezen, maar wat sommigen als vervelend zullen ervaren is dat het verhaal niet echt een plot bevat, maar vooral bestaat uit beschrijvingen van Kai's jeugd. Het is een zwart sprookje over vier kinderen in de jaren 80 en het loont om door te lezen tot het einde, wanneer de moeder de confrontatie moet aangaan met Kai. Een scène waarbij je heen en weer wordt geslingerd tussen ergernis en medelijden met de moeder. Zo eindigt het boek met een moeder die het liefst een zwerver wil zijn. De werkelijkheid blijkt anders. Als de Duitsers België binnenvallen, stuiten ze op veel meer tegenstand dan ze dachten. Om het over de Eerste Wereldoorlog te weten te komen, kun je een duik nemen in de geschiedenisboeken of kijken naar documentaires met voice-overs die heel helder vertellen wat er allemaal is gebeurd. Maar wil je echt proeven en voelen hoe die tijd was, dan ben je bij het boek Oorlog en Terpentijn aan het juiste adres. Stefan Hertmans deed zijn grootvader 30 jaar geleden een belofte. Hij ontving twee boekjes met memoires en zou daar na zijn dood iets mee gaan doen. Dat iets verscheen vorig jaar in de vorm van het veelgeprezen en bekroonde werk Oorlog en Terpentijn. Een boek waarbij de scheidslijn tussen fictie en non-fictie heel erg dun is. We hebben te maken met een grotendeels waar gebeurd verhaal van de opa van Hertmans, dat door de schrijver is omgezet in een goed leesbare tekst. Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel ligt het perspectief bij de schrijver. Hij introduceert zijn grootvader en vertelt over de totstandkoming van het boek. Deel 2 is gebaseerd op de dagboeken van zijn grootvader Urban Martin, die zijn verhaal vertelt vanuit de loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. Na slechts 3 maanden oorlog zijn er al meer dan 1 miljoen soldaten gesneuveld. In het laatste deel ligt het perspectief weer bij Hertmans, die vertelt over het leven van zijn opa na de oorlog en over de ontdekkingen die hij heeft gedaan over zijn familie tijdens zijn onderzoek. Het bijzondere van dit boek is de opbouw en de prachtige thematiek van een verhaal over iemand die aan het eind van de 19e eeuw is geboren. Het is een wereld waarin een longontsteking fataal is en een jongens levend verbrandde tijdens het werken bij de smid. Het is een verhaal over familie, over een jongen die schilder wil worden, net als zijn vader, over de absurdheid van de Eerste Wereldoorlog voor Belgische soldaten en over liefde in vroegere tijden. Hertmans neemt je mee op zijn speurtocht naar het verleden en bijzonder is dat er ook plaatjes in het boek staan om deze tocht te verbeelden. Een literatuurboek met plaatjes dus. Oorlog en Terpentijn is een meesterlijk beschreven relaas van een dramatisch leven, een stuk grensige familiegeschiedenis en een mooi eerbetoon aan Hertmans' zo lang mysterieus gebleven grootvader. Oorlog en Terpentijn is literatuur op zijn best. Stem geven aan een stemloze, opdat de kleine historie niet vermalen raakt door de grote geschiedenis. Het boek heeft een gemiddeld leesniveau. Het wisselen in perspectief, de evenwichtige opbouw en de uitstapjes naar de schilderkunst maakt het niet voor iedereen makkelijk om te lezen. Het is een boek dat indruk maakt omdat het heel erg persoonlijk is en het laat zien wat de impact is van een oorlog op een mensenleven en een familie.
Van geheel andere orde is het verhaal rondom de Amsterdamse Kees Bakels, oftewel Kees de Jonge. Het is een jongensboek geschreven door een beroemde schoolmeester uit het begin van de 20e eeuw, Theo Thijssen. Dit boek is een klassieker en dat is niet voor niks. Het mogen duidelijk zijn, dit verhaal draait om Kees. Hij zit op een basisschool en woont thuis met zijn ouders, met zijn jongere broer en zus. Zijn vader heeft een schoenenwinkel en Kees mag dan af en toe boodschappen bezorgen bij klanten of leveranciers. Er zijn twee ontwikkelingen die erg belangrijk zijn voor het verhaal. Zijn vader wordt ziek en op school komt er een meisje, Rosa Overbeek, waar Kees verliefd op wordt. Rosa is een van de meest magische meisjes van de Nederlandse literatuur en doet je verlangen naar je eigen verliefdheid op de basisschool. Rosa, vanmiddag om 3:45 ga ik naar de manege. Het verhaal speelt zich af aan het begin van de 20e eeuw en Kees struint veelvuldig over straat met zijn zwembadpas, een beroemd onderdeel van dit boek. Deze zwembadpas zorgt ervoor, althans dat denken Kees en zijn vriendjes, dat je veel sneller door het leven gaat en niemand je meer bij kan houden. Het is een concreet voorbeeld van de fantasie van Kees die voor mooie fragmenten in het boek zorgt. Hij is een dromer en hij zit dan steeds te bedenken hoe hij het beste kan overkomen als een grote en misschien zelfs volwassen jongen. Wat hij dan allemaal zou zeggen en hoe mensen dan wel niet zouden reageren, maar vaak komt dat er allemaal niet van. Kees heeft het hart op de juiste plek en het is haast onmogelijk om geen zwak te krijgen voor deze jongen die geen makkelijk leven heeft in een gezin met geldgebrek en een sterfgeval, maar hij blijft wel altijd positief. Een legendarisch, nostalgisch en niet te vergeten heel grappig boek over een bijzondere jongen. Die Kees met zijn zwembadpas.